Ik ben Robert Gorter, een Nederlander zoals u hoort. En ik ben hier in Nederland om nog met mensen te spreken over een ongelukkige lastencampagne tegen mij die eigenlijk al 10 jaren loopt. En het gaat om het volgende. Ik ben arts, ik was heel vroeger huisarts in Amsterdam. Toen hoogleraar geworden aan de Universiteit van Californië in San Francisco. En daarna onder andere in Berlijn en aan een aantal andere grote universiteiten. Ik ben zelf overlevende van een zeer agressieve vorm van kanker, nu al 44 jaar. En ik heb mij toen de tijd al zelf behandeld als mijn eigen patiënt met immuuntherapie. Ik heb daardoor altijd grote interesse gehad voor de behandeling van kankerpatiënten, maar op een manier om het immuunsysteem te versterken en te verbeteren tegen het gevecht tegen kankercellen. Sinds bijna 10 jaar leid ik een kliniek in Duitsland, in Keulen, waar wij patiënten niet alleen uit Nederland, maar ook uit de hele wereld behandelen met immuuntherapieën om het immuunsysteem te verbeteren in het herkennen en het doden van kankercellen. Dat is bijvoorbeeld de lokale hyperthermie, wat een effect heeft direct op het dwingen van kankercellen om dood te gaan, in necrose te gaan, maar ook met de koortsbehandeling om het immuunsysteem als zodanig te verbeteren in zijn afweerfuncties. Met vaccinaties met dendritische cellen en andere immuuntherapieën die allen wetenschappelijk goed zijn onderbouwd. Er is een lastencampagne van SKEPP, dat is een vereniging van kritische academici, die nu al tegen mij en mijn medewerkers sinds 10 jaar loopt. En het is begonnen met informatie op hun website dat ik geen arts zou zijn, maar antroposoof, en dat ik met kankerpatiënten zou bidden en dat ik handoplegging zou doen. Toen heb ik uiteindelijk een brief geschreven aan de toenmalige voorzitter. Dat was een huisarts in Sneek, als ik me goed herinner. En toen werd ook binnen 2 dagen dat alles van de website afgenomen. Maar een aantal maanden, misschien een half jaar later, begon het opnieuw en toen werd gezegd, ja, ik zou toch geen arts zijn, maar heilpraktiker in Duitsland. Toen een brief geschreven, hebben ze dat teruggenomen en toen was het, ja, ik was er wel een arts, maar geen specialist. En geen oncoloog, dus ik kon überhaupt geen kankerpatiënten behandelen. Brief geschreven, uiteindelijk een brief van een advocaat. Toen werd dat teruggenomen en gezegd, ja, ik was dan wel specialist, maar ik was niet gepromoveerd. Brief geschreven, uiteindelijk teruggenomen. Dan zou ik dan toch gepromoveerd zijn, maar geen professor. Brieven geschreven, aanstellingsbrieven als professor gestuurd. En toen een tijdje stilte en toen werd het, ja, ik was dan toch een professor, maar dan dubbel gevaarlijk. En sindsdien heet ik de hooggeleerde kwak. Nu is het zo dat sinds ongeveer een jaar, 10 maanden, vanaf vandaag, het verhaal de ronde doet, ook in kranten en op de website, dat ik veroordeeld zou zijn, dat ik in de gevangenis zou zitten vanwege dingen die ik slecht zou hebben gedaan als arts en onbevoegd zou hebben gehandeld en behandeld. En dat ik dus ook nu weer, vandaag en ook al een paar weken, in de gevangenis zou zitten. Onduidelijk of dat dan in Duitsland of Nederland zou zijn. Maar ik zou dus nu weer veroordeeld zijn en in de gevangenis zitten. Kijk, over al deze jaren was het heel moeilijk om mij op een of andere manier te verdedigen tegen zo'n lastencampagne. En ja, wat moet ik zeggen? Dus ik heb altijd gezegd, als ik niet veel kan zeggen, laat mijn patiënten dat dan doen. Want we hebben niet 1, 2, 3 patiënten bij de dood kunnen weghalen. Maar tientallen, waarschijnlijk meer dan 100, waarvan ook van velen een videodocumentaire is online. Onze patiënten die naar Keulen komen, die komen echt van over de hele wereld. Dus mijn hele team, we hebben vele medewerkers uit ook verschillende landen, zoals Turkije of Brazilië. Wij dekken 28 talen goed af voor patiënten die dan ook geen Engels of Duits zouden spreken. Hoe zie ik de toekomst van onze kliniek en de behandeling van onze patiënten zoals wij dat doen? Ik geloof dat dat alleen meer en meer toekomst heeft. Heel veel patiënten die naar ons toe komen, die zeggen: ach, als ik dit eerder had geweten, dan had ik mij veel dingen niet hoeven aan te doen met veel bijwerkingen en veel lijden. Dus ik geloof dat dit zeker de toekomst is. Ook de ASCO, de American Society for Clinical Oncology, geeft meer en meer aandacht aan immuuntherapieën. En het is nu echt de grote trend in de oncologie. Wat hoop ik achter te laten? Ik hoop dat ik tot de laatste dag in het zadel zit om mij sterk te maken voor mensen in nood en vooral kankerpatiënten. En ik hoop wat ik nalaat een therapiemodel wat ook echt werkt en waarbij patiënten geen noemenswaardige bijwerkingen hebben. Want dat is ook van belang in de oncologie. Waarom? In eerste plaats bijna 50% van alle mensen in de westerse wereld zal kanker krijgen ergens in hun leven en meer dan 70% zal daar uiteindelijk aan overlijden. Dus de therapie is ook van belang dat het hopelijk een werkzame therapie is met weinig of geen bijwerkingen. Goed. Ik ben Erik Horen, ik ben bijna 65 jaar en in het jaar 2000 werd er bij mij een zeer agressieve vorm van melanoom geconstateerd. Ik ben toen meteen naar het Van Leeuwenhoek ziekenhuis gegaan en daar hebben ze me uitstekend geholpen. Melanoom werd verwijderd, alleen het vervelende was dat binnen 3 maanden de volgende kwam en 3 maanden later weer de volgende. Ze bleef maar komen. En toen zijn mijn vrouw en ik zich gaan oriënteren van hoe kun je nou eigenlijk voorkomen dat die melanomen maar steeds terugkomen. En toen hebben we ons breed georiënteerd. Als eerste zijn we overgegaan tot het volgen van het houtsmulendieet, omdat wij weten dat voeding zeer belangrijk is voor het immuunsysteem van de mens. Tweede zijn we naar Engelbert Valstar gegaan. Dat is een orthomoleculair arts in Den Haag en die heeft mij een kuur voorgeschreven om mijn immuunsysteem sterk te krijgen. En als derde ben ik naar Robert Gorter in Keulen gegaan. Ik had in het blad Ode een artikel over hem gelezen en dat intrigeerde mij. Toen ben ik naar hem toe gegaan, ja, en het was zo overtuigend, zijn manier van werken met de dendritische cellen en de hyperthermie, dat ik meteen ja gezegd heb en zijn behandeling ben gaan volgen. En deze 4 dingen, het Van Leeuwenhoek ziekenhuis, het houtsmulendieet, Engelbert Valstar en dokter Robert Gorter, die hebben ervoor gezorgd dat het nu 2015 is en ik er nog steeds ben. Ik ben bijna 9 jaar kankervrij. En wat ik nu hoop, is dat al deze partijen elkaar niet gaan tegenwerken, maar gebruik gaan maken van elkaars kennis en elkaars kunde, om mensen zoals ik en vele anderen die deze vreselijke ziekte hebben, te helpen beter maken. En dat is mijn wens voor de toekomst. Ik ben Jeanette Hoogvorst. Ik heb eind november 2009, dus 5,5 jaar geleden, borstkanker gekregen met uitzaaiingen in de lever. Ik was er heel slecht aan toe. Van de oncoloog in Nederland kreeg ik te horen dat ik nog maar een jaar ongeveer te leven had. En operatie had geen zin meer. Het enige wat nog kon gebeuren was chemotherapie. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk om te horen. Ik ben dat gelijk met chemotherapie begonnen. En ja, ik dacht, wat kan ik er allemaal nog meer bij gaan doen om te proberen om nog zo lang mogelijk in leven te blijven. Toen ben ik over gaan lezen en op internet gaan kijken. En uiteindelijk via ben ik, kreeg ik informatie over de therapie die Robert Gorter doet in het medisch centrum van Keulen. De Drietse celtherapie. En daar ben ik in maart 2010, toen tijdens de chemo in Nederland, ben ik ook met de Drietse celtherapie begonnen. In combinatie met hyperthermie. Ja, na verloop van tijd ging het steeds beter. Natuurlijk ook door de chemotherapie en de anti-hormoontabletten die ik heb gekregen. Inmiddels ben ik dus 3,5 jaar in totale remissie. Dat is echt ongelooflijk. En ik denk dat ik dat voor een groot deel mede te danken heb aan de Drietse celtherapie. Die ervoor zorgt dat mijn immuunsysteem het nou weer zo goed doet. En dat zorgt ervoor dat nieuwe kankercellen geen kans krijgen om weer te ontstaan. En dat ben ik... Ik ben dus Robert Gorter en zijn hele team in Keulen ontzettend dankbaar dat zij die mogelijkheid bieden, dat die therapie er is als aanvullende therapie die je kan doen naast de reguliere therapie. Ik ben blij dat er mensen zijn, zoals Robert Gorter, die dat toch ook doen. Ondanks dat het dan allemaal niet wetenschappelijk helemaal bewezen is. Het is toch een therapie die bij sommige mensen goed aanslaat. Bij sommigen ook niet en bij sommigen wel. En voordat dat helemaal 100% bewezen is hoe dat dan komt, waarom bij de een wel werkt en de ander niet. Ja, dat kan nog wel heel veel jaren duren. Maar ik heb nu toch die kans gehad om dat te doen en bij mij pakt het dus heel goed uit. En ja, ik vind het heel erg jammer dat er zoveel negatieve publiciteit is over Robert Gorter en de Drietse celtherapie die hij aanbiedt. Want het werkt dus bij een heleboel mensen ook wel goed. En ik heb er nu al heel veel jaren bij gekregen en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Pauline de Graaf-Kobelins, 54 jaar. Ik heb in 2007 uitgezaaide borstkanker gekregen en ben via een kennis van de tennisvereniging in contact gekomen met Robert Gorter. Daar heb ik dus mijn behandelingen gehad, dendritische cellen en hyperthermie. En na denk 4 maanden, toen waren de prognoses zo goed dat, nou ja, het was een wonder. Het kon eigenlijk niet, maar ja. Ik zie hier het resultaat. Ik zit er nog steeds. Ik had een, ja, het vooruitzicht was heel slecht. Ik zou misschien een maand of 3 nog te leven hebben. En nou ja, nu ben ik er nog steeds. Dus het is allemaal goed gegaan. Wat ik heel erg jammer vind, wat we nu dus met dokter Gorter nu meemaken, is dat eigenlijk dat niemand de vrije keus nu krijgt om de keuze te maken van wat jij zelf het prettigst vindt van een behandeling. Ik heb deze keuze gemaakt. Niemand weet waar zijn genezing ligt. Ik heb toen deze keuze gemaakt en het heeft voor mij dus heel goed uitgepakt. En dat vind ik jammer dat andere mensen dat misschien dan ontnomen wordt. En ja, allerlei hetzers tegen hem over dat hij geen arts is of dat wij acteurs zijn. Dan denk ik, nou, laten we ons allemaal onze tijd goed gaan besteden. Laten we het gaan gooien op mensen te genezen en mensen te helpen. En niet aan allerlei randverschijnselen. Dat vind ik heel erg jammer. En dat doet ook zeer. Want kanker is niet een ziekte waar je zo de draak naar is. En dat ik afgeschilderd word als een actrice, dat doet gewoon pijn. Want daar was het een hele moeilijke, nare gang voor. Gelukkig goed is afgelopen.